Echt, waarom word je pas op oudere leeftijd minder onzeker? Net als ik wil gaan filmen, gaat hij staan. Wow, kijk. Het allerliefste kaartje ooit. Dat hebben we elkaar dus 4 jaar niet gezien. Ik moest echt huilen. Hey, ben je weer terug? Erg. Heel erg. Dit is het voordeel van je eigen baas zijn en je eigen onderneming hebben. Deep tissue, dus het was geen ontspanningsmassage. Het was echt heel pijnlijk. Het is echt bizar hoeveel huishouden je hebt in 1 persoon in zo'n klein huis. Voor wie het zich afvraagt, ik heb dus een hele grote kledingkast en het rechterdeel van mijn kast bestaat alleen maar uit spullen. Dus het is allemaal voorraad voor skincare en zo. Dan trek je ook minder aan van wat er om je heen gebeurt, want ik ben altijd heel erg bezig met mijn omgeving. Dus ga ik eventjes de baby aaien. Yoshi aan. Dan gaan we lekker in Duitsland shoppen. Ze hebben dus al die proteïne dingen met pistache. Dit is toch heel leuk voor haar om mee te nemen. Dragon fruit ziet er heel leuk uit. Eigenlijk ben ik mezelf te opgemaakt, maar we moeten opschieten, want de tijd is al bijna om. Kijk. Caviar met ook een beetje. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb voor het eerst in mijn leven gesnoozed, wel echt maar 5 minuten, waarvan ik niet ben gaan slapen. Dus 3 minuten, omdat ik zo intens moe ben, ik weet niet. Ik denk gewoon dat ik echt een drukke week had vorige week met weinig me-time ofzo, ja. Maar ik ben wel happy. Wat wou ik nou nog meer zeggen? Oh ja, het is herfst ofzo, want het is 11 graden met regen. Het is echt belachelijk. En ik heb gisteravond alvast wat eten klaargemaakt. Niet heel boeiend, maar wat jullie ook zeiden. Kijk, ik heb natuurlijk een kleine koelkast, dus ik kan niet echt allemaal bakjes met eten klaarzetten. En matje van tevoren is niet lekker. Ei ook niet. Maar ik heb dus wel alle rauwkost vast in een tas gedaan. Het scheelt misschien toch weer 5 minuten. En ik heb toen ook zoveel gevlogd. Dat is ook tijdrovend. Dus ik moet niet veel vloggen voor ik naar mijn werk ga. Deze had ik opgeladen en ook vast klaargelegd. Het plantje van Lot vind ik echt onwijs leuk. En daar ligt een poes. Eitjes. Ik had ook de oven al aangezet voor het douchen en het water al gekookt. Dus eitjes, brood. Het brood dat ik had besteld. Dan ligt hier gewoon allemaal rauwkost en fruit al erin. Kijk, sinaasappelsperzen is niet heel handig om te doen, maar vind ik wel lekker. Hier komt nog ei bij. Ga ik matcha maken. Nou, ik denk dat het vandaag wel goed komt op een of andere manier. 2 sinaasappeltjes. Toch wel even lekker om dit nog te doen. Vooral omdat het dus herfst is in juni. Even die vitamintjes in de ochtend. Geen poeder om zich gaan, want het is toch altijd, ik denk ja, voor de klas, het zit uiteindelijk toch niet meer goed. Dus Lush, concealer, klein beetje. Moet nog even mascara erbij doen. Lekker wat minder, want het slaat toch nergens op. Ik moet zeggen dat het wel heel chill is om wat eerder op school te zijn. En onze hele lieve collega heeft voor ons helemaal bij de molen zaden gehaald. Voor Da Vinci, super lief. Zij zit altijd helemaal in het weekend alles voor te bereiden. Ik doe het altijd tijdens werktijd. Maar echt wel bueno. Of niet, je moet natuurlijk eigenlijk het weekend niet werken. Maar zij vindt het volgens mij gewoon echt leuk. En ik ga even de overdracht lezen, maar zo te zien moet er heel veel in de ochtend worden verbeterd. Dit allemaal door kiddies. Het is inmiddels 16:30, het was een hele goede dag. Het is echt erbovenop zitten. Het is niet normaal, maar dan heb je wel wat, ik merk. Dus elke week weer verschil. Superleuk. Een meisje mocht als beloning, want we erg op zoek waren naar welke beloning werkt wel. Had ze ervoor gekozen dat ze na schooltijd dan de juf wilde helpen. Dus ze is bij mij gebleven. Dat was heel leuk. Hebben we samen mijn kersen gegeten en heeft ze me geholpen met dingen in de klas. En net heb ik eventjes knutsels opgehangen. We hebben een soort van, het ging over grassen. Dus we hebben grassen / droogbloemenboeketjes getekend. Schilderijtjes, superleuk. En vanmorgen gaan we vaderdag knutsel maken. Een schijf die je dan kan draaien. Dat je bijvoorbeeld papa helpen met de afwas of wat dan ook. Ik heb ook van een meisje, super lief meisje waarmee ik ook ging suppen vorige week. Die had deze ketting. En toen heeft ze dus, toen ze thuis kwam, meteen op een briefje geschreven. Zei haar moeder van, ik wil voor juf Charlotte en dus mijn bonusdochter ook die ketting kopen. Heeft ze dus van haar eigen geld, echt niet normaal zo lief. Bizar. Ik kreeg echt tranen in mijn ogen gewoon toen ze dat gaf. Dit is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden, maar zo ontzettend lief.
ook nog eens een superleuke ketting. Dus deze match dan met die van mijn bonusdochter, die zit in mijn tas. Maar hij matcht ook met die van het meisje, zeg maar. Dus ik heb dan die helft die bij hun allebei erin past. Te cute. En ja, ik ga nog even wat afronden. En dan zo naar huis. Het bord is dus niet door mij gemaakt vandaag. Maar voor iemand in groep 3 vind ik dit toch behoorlijk netjes gemaakt. Ik laat het ook gewoon lekker staan. Superleuk. En dit heeft ze ook voor mij erop geschreven. Hele mooie tekeningen dus eerst klaar waren. En de rest heb ik allemaal op de gang gehangen. Want we willen natuurlijk niet te veel. En ik had allemaal voorbeelden erbij. Want ik vind het toch altijd wel leuk als ze dan een beetje inspiratie kunnen opdoen met wat ze willen maken. Dus ik had gewoon, het zijn van een soort schilderijenwebsites of zo, heb ik een aantal geprint. En kijk nou hoe netjes, ik heb niks gedaan. Ik werk er dus heel erg aan dat ze het zelf doen. Kijk hoe netjes dit is opgeruimd, zie ik nu. Ook allemaal netjes hier. Dit ook super netjes opgeruimd. Echt goed bezig. Leuk. Good morning. Hoezie, volgens mij wilde jij deze. Ja, hè? Maar poesie. Ik moet zeggen poesie in plaats van poesie. 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 Kijk eens. Lekker slikje. Oh, verkeerde kant, schat. Dat moest hier eruit. Ik was een beetje de verkeerde kant. Je bent zo schattig. Kijk wel alsof ik een baby aan het voeren ben. Lekker. Fijn dat we eindelijk een snackje hebben gevonden waar je tegen kan ook. Die ene waren op, dus ik heb nu gewoon nog die van de Action. Die vindt ze ook lekker, als het maar kip is. Dan zou ik niet van vis en zo. Het leuke voor haar is dat het ook nog eens plastic is. Dus ze is natuurlijk gek op plastic likken. Dat was lekker, snackje. Ik weet niet of het komt doordat ik sleeping gummies heb genomen gisteren voor het eerst. Of dat ik zo moe was door mijn werk in het weekend. Of gewoon omdat mijn bed zo lekker ligt. Een combi van alles, maar ik ging dus net iets te laat slapen, maar het valt mee, 11 uur. En ik heb doorgeslapen tot 3 minuten voor mijn wekker, dus 6:35. Doorgeslapen. Dat, ik slaap sowieso 10.000 keer beter sinds ik hier woon. De bed, deze kamer, alles slaapt zo lekker, maar dit is wel heel uitzonderlijk. Ik had het echt ook echt nodig. Het bed is ook waanzinnig, maar die gummies vind ik ook wel interessant. Ze zijn voor het eerst genomen, sleeping gummies. Ik heb steeds geen zin om mijn blender te pakken, terwijl een eiwitshake is heel goed voor mijn werkte. Ik heb volgens mij alweer 2 weken geen eiwitshake genomen. Zo zonde, dus dat ga ik vandaag wel doen. Waarschijnlijk ga ik dus, was het alweer vergeten, bedacht ik me gisteren in bed. Maar die kangaroo jump les morgen. Dus heb ik dus 2 cardio in de week. Geen excuus om niet te gaan nu, want ik werk nu niet meer op woensdag. Ik zie trouwens toch altijd mensen die appelazijn biologische nemen om ook gewicht te verliezen en zo. In ieder geval voor de vetverbranding. Ik zag wel eens organic bij de Lidl. Ik had ook weer bijna zo'n organische besteld. Toen ben ik het vergeten. En toen zag ik het. Dacht ik, oh, misschien organic apple cider vinegar met mother and turmeric. Maar ik weet niet, volgens mij is het puur echt niet te doen. Volgens mij moet je het doen met water, dus het is alsnog heel vies. Maar dit zijn dus dingen waar ik te laat kom. Echt mijn aankleden en make-up routine en sieraden door 10 minuten. De rest gaat allemaal naar eten maken en zo. Oh ja, maar ik kan wel tegen zure dingen. Ik vind dat op zich niet heel vies. En dat je nog beter een shotje kan nemen dan een heel glas met water. Dat is nog meer. Maar hoeveel moet je nemen? Dat ik dan maar niet ga overgeven zo in de ochtend op zuur. Trouwens, niemand had daarop gereageerd dat ik moest overgeven. Dit? Is dit gezond? Oeh. Of het brandt dit je hele lichaam weg? Misschien water erbij toch? Tequila. Cheers. Oh. Oh, het is gewoon alsof je slaatdressing drinkt. Ja, ik hou heel erg van zuur, dus ik kan dit wel aan. Is dit goed? Let me know. Ik heb vergeten om het nu te googelen. Oh, ik ben helemaal rood van. Ik moet mijn tanden meteen spoelen met water. Oh. Nou, ik heb vandaag geen tijd voor verse jus. Hoeft ook niet elke dag. Dit is nog gemberthee. Ik moet meer drinken. Water drinken. Nou, leuk experiment. Gaat vast niks gebeuren. Bij mij gebeurt nooit dat meer qua afvallen, maar het is wel gezond. Ik heb trouwens gisteravond niet op mijn spijkermat gelegen, want ik dacht het kost zoveel tijd steeds. Dan moet ik echt eerder beginnen en ik heb het idee dat ik er misschien juist energie van krijg van de spijkermat. Energie. Omdat het natuurlijk alles laat stromen, dus ik ben er net even 5 minuten. Nou ja, ik heb
Ik vond het wel spannend, want ik had mijn telefoon niet en geen wekker. Ik kan echt in slaap vallen op zo'n ding. Maar ik dacht, oké, 2 liedjes en dan moet ik eraf. Dus 5 minuutjes of zo. Maar misschien krijg je er ook juist wel weer energie van. Ik moet zeggen, ik voel me wel chill. Maar ja, ik heb natuurlijk ook goed geslapen, maar ik voel me wel iets wakkerder. Ik kan ook door de aanzijn komen, ja, als je alles op elkaar probeert. Het is zo moeilijk altijd om te vragen jullie ook van ja, werken dingen, maar ik weet het niet. Maar ik geloof dat de spijkermat sowieso gewoon super gezond voor je is. Kan niet anders. Drukpunten, ik geloof er heel erg in. Alles doorbloeding, alles stroomt. Mensen geloven sommigen ook niet in de doorbloeding. Ja, ik wel. Dat geloof ik ook. Ik voel het letterlijk. Je krijgt het helemaal warm. Alsof je een rondje hebt gerend bijna. Dat zou makkelijk zijn. Straks echt over een jaar. Nieuw wetenschappelijk onderzoek. Je hoeft niet te rennen. Ga op spijkermat liggen. Nee, dat kan niet. Oké. Niet echt meer zin om mijn haar te krullen en zo hoor. Ik heb ook niet meer zin om helemaal veel make-up op te doen. Het is maar. Ik ben maar een juf. Regenjas aan. En nu lijkt het alsof ik heel veel make-up heb, maar dat heb ik helemaal niet. Oké. Nee, ik heb echt minder op. Lekker. Robot aan, dat vergeet ik steeds. En ik ben op tijd. Dus dat is fijn. Zelfs nog op de spijkermat gelegen. Zelfs nog mijn regenjas gezocht en zo. Dus. Gaat beter. Doei. Hoi, ik ben weer met de auto, want ik wil niet nat op mijn werk aankomen. En dit is wel bedekt, maar ik heb geen zin in een natte broek. Half 6, home sweet home. Zo blij. En er is een klein zonnetje, dus ik heb de kussens weer buiten gelegd. En ik voel bijna schuldig dat ik nog nu elkaar met werken. Niet morgen werk, maar hoe fijn dat ik dan morgen naar mijn vriendin kan en tijd om te editen. En ik heb een massage geboekt vanmorgen, want mijn rug doet sinds toen bij 3 weken lang. Dus intens voor pijn, echt. Ik heb dus een hele slechte rug. Dus er zit een familie van mijn vaders kant. Broertje en mijn vader hebben het ook, maar de pijn is echt zo heftig dat ik zo'n masseur aan de deur heb geboekt. Ik hoop dat het geen creep is, net als de vorige keer. Ik dacht, ik geef het nog een kans. En mijn haar is heel snel vet, want ik heb het te vaak gewassen, zonde. En heel lang en heel stijl. En ik ga morgen dus naar die Kangoo jumping, dus het wordt nog best een drukke dag. Maar ik hoef lekker niet naar school, maar eigenlijk vind ik het ook weer jammer, want het gaat heel goed. Dus ik zou best wel weer naar school willen. Maar ik ben ook heel moe, dus ik ga nu heerlijk genieten van freedom. Het voelt me echt als freedom, dit gewoon. Oh, zo lekker. Oh jongens, zo leuk. Dit is 10 jaar geleden, hè? Ik was toevallig op mijn oude YouTube-kanaal aan het kijken naar mijn minor theater in de beroepspraktijk. 10 jaar geleden, het is zo leuk om te zien. Dat is een lach zo ook echt. Zo leuk, kijk hoe mooi ik er ook uit. Ik wil graag van dit moment gebruik maken. Zo jong. Om een toast uit te leggen. Zijn jullie met z'n allen bij elkaar? En dat is het. Ik vind het zo zonde en dan zie ik oude beelden van mezelf. Denk ik, waarom was ik toen zo onzeker? Kijk hoe mooi ik eruit zie. Schot maar kut. Oh, dit is heel leuk, ja. Oh. Buik en graag. Kijk hoe trots we zijn. Het was wel heel leuk hoor, deze tijd. We hadden dit hele toneelstuk zelf gemaakt. En zelf. Alles zelf gedaan, dus script, rolverdeling, decor, alles. Nee, dan doe ik zo de 2 dooiers en dat je later op. Oh, dat is heel zielig. Hagel, hele erge hagel. En als die hagel op jouw voorhoofd komt, Jezus, man! Doe het niet! Ik ben dood, maar ik weet niet of jullie het in de gaten hebben. Ik ben hier nog gewoon en ik ben slim genoeg om hier van alles van te vinden. Liefje, geef mij jou echt dat gevoel. Want zo bedoelen wij het helemaal niet hoor. Echt, ik ben het er helemaal niet mee eens of zo, als je dat soms aan mij denkt. Jezus, wat denken jullie nou? Dat ik 4 jaar met dezelfde jongen ga? Wat? Waar komt dit nu ineens vandaan? Ik word veroordeeld of gamed? Zielig. Oh nee. Ah.
zo zonde. Kijk hoe knap ik hier ben. Kijk die huid, het gezicht, die lippen. En ik was hier echt zo onzeker over mezelf. Dat vind ik zo zonde, jongens. Echt, waarom word je pas op oudere leeftijd minder onzeker? Ja, die wenkbrauwen waren heel dun, maar dat boeit niet meer. Oh, wat zonde. 12 jaar geleden. Hier ook, hè. Ik was vet slank. Ik voelde me hier echt zo dik. Kijk hoe mooi gezicht. Kijk die kaaklijn. Jongens, waarom zijn we zo onzeker als we jong zijn? Het is zo zonde. Bet yourself you are wrong. Bet the winners do the wrong. Look how we'll make it. Feel with so much hatred. Such a tired game. Ik ben zoveel ouder dan toen. Dat is bizar, maar ik zit zoveel beter in mijn vel. Swan out of fear, the only thing I should be drinking is an ice cold beer, so cool I lied. And we try, but we try too hard. It's a waste of our time, don't care about the credits, cause they're everywhere. You don't like my thing, you don't like my hair. Do-do-do, and we do it all the time. Why do we do that? Why do we do that? Why do we do that? Yeah. Dit was allemaal zo leuk. Zo leuk, zo leuk. Ik wou dat ik meer beelden had om terug te kijken. En ik wou voor mezelf dat ik toen zelfverzekerder was geweest. Maar dat was ik niet. Herkenbaar? Zo zonde. Zo zonde. Maar ja. Gelukkig heb ik nog 50 jaar sowieso te leven, hoop ik. I hope so. Goedemiddag. Ik heb een beetje uitgeslapen, want heel moe. Maar wel geëdit. 2 uurtjes ongeveer. Ik zit misschien net op de helft, dus ik moet echt nog heel veel editen. Ik ga nu naar mijn vriendin en dan, we gaan niet te lang. Zij voor haar is het ook niet per se heel lang. Dus dan heb ik misschien nog voor het sporten nog even tijd, als ik ga sporten. Een nieuwe Kangoo Gym. Maar ik weet niet. Het is ook eigenlijk heel warm. Ja, nou, wordt gezellig. Vroeger had ik echt afgezegd, maar dat doe ik nu niet meer. En als ik net als ik wil gaan filmen, gaat hij staan. Wow, kijk. Deze poesjes is zo schattig. Ik dacht dus dat het naaktkatten waren, maar het zijn helemaal geen naaktkatten. Dat wist ik al, maar dat dacht ik eerst. Wat ga je nu dan doen? Hi. Hallo. Kijk hoe cute deze poesjes zijn. Hallo. Kijk hoe schattig. Helemaal lekker lunchen. Steeds doen we dus, als de een bij de ander komt, een lunch. Lekker aardbeienbrood, spekkoek, avocado, tomaat, hummus, feta, kaas, thee. Kijk hoe lekker. En een kaarsje nog voor mijn verjaardag. Kijk hoe leuk. Te lief. En de meest schattige katten ever, Renit. Hey. Heel zacht. Hey. Zo gezellig. Dus iets later dan we wilden. Ik heb dus zo'n lief cadeau gehad. Toevallig hetzelfde tasje als Lot. En echt een heel lief kaartje. En kijk dit. Waanzinnig. Een kaarsenhouder. Is dit even scheef? Hoe geweldig is dit? Ze zei, ik weet niet of je het leuk vindt. Ik zeg, nou, dat is perfect. En dus echt heel lief. Een cadeaubon. Ik ken het niet. Maar van cadeau plus kaart. Met echt veel te veel budget. Zo ontzettend lief. En het allerliefste kaartje ooit. Dat hebben we elkaar dus 4 jaar niet gezien. Ik moest echt huilen. Met blij dat we het weer samen kunnen vieren. Ik hoop dat we beide bejaard zijn. Ik hoop dat we beide bejaard zijn. Ze zei, ik ben niet goed in kaartjes. Dat is echt het liefste ever. Heel lief van haar. Nog voor mijn verjaardag. En ik heb besloten niet naar die les te gaan. Want ik vind als het nieuw is, mag ik het nog uitstellen. Zodra ik in de vibe zit, moet ik van mezelf gaan. Maar nu mag het nog, want het wordt te krap. Ik denk dat ik heel misschien wel even hier langs de zonnebank rijd. Want dat lijkt me heerlijk om even lekker die oppepper. En dan kan ik daarna lekker naar huis.
rustig editen en dan om 8:30 die massage. En dan heb ik zo'n lekkere dag dat als ik nu naar die les ga, wordt die hele dag eigenlijk rommelig en onhandig. Dus dat ga ik gewoon lekker mezelf gunnen. Morgen gaan we naar Zumba. Helemaal prima. En dan begin ik volgende week of zo wel. Het is gewoon te veel. En een sociaal iets en die sportles. Dat lukt gewoon niet. Dus, maar hierna heb ik op de woensdag geen sociale dingetjes meer. Dus kan ik lekker editen en sporten. Ik vind het helemaal prima. Het was zo gezellig. Echt leuk. En die zonnebank zit hier heel dichtbij. Dus ik ga er lekker naartoe. Ik doe dus wel zonnebrand op. Ze zeggen dat je dan niet bruin wordt, maar het gaat me vooral ook om mijn lichaam. En ik wil niet dat die pigmentvlekken erger worden. En ook geen schade aan mijn huid aanbrengen. Dus op mijn gezicht doe ik gewoon zonnebrand. Weet jullie de sushi mukbangs nog in de auto? Ik ben hier dus heel lang niet geweest. Ik ging altijd naar Noospon Judo in Diemen. Dat was altijd 50% korting als je het gewoon belde of zo. En oh jongens. Ik dacht... Ik rijd er, ik heb net mijn lesje afgezegd bij mijn collega die samen met mij naar het lesje wil. Ik vind het helemaal oké vandaag. Ze denkt waarschijnlijk dat ik nooit meega. Eventjes een hapje. Weten jullie dit nog? Weten jullie dat? Weten jullie dit nog? Lekker. Oh, dit is net zo lekker als vroeger. Dus ik kom daar binnen. Ik reed er langs. Ik kom uit de zonnebank. Ik rijd hier langs. Ik denk ja. Gun jezelf er eventjes gewoon chilling. Niet dat ik een zwaar leven heb hoor. Maar gewoon. I love it. En lekker sushi. Kan je thuis meteen editen. Dan een massage. Oh my god. Wat een leven ineens. Weer. Niet koken. Je moet echt nog wel 3 uurtjes werken. En ineens. Is dit al gewoon echt een luxe dag geworden. Echt me-time. Lekker eten. Vriendin. Massage. Zonnebank. Oh mijn god. Wat een luxe. Echt good life. Zo lekker. Wel duurder. Vroeger hadden ze 50%. Nu 30%. Dat was nog 36,50 kwijt. Voor best wel weinig. Maar het is heel goed. Hey, ben je weer terug? Erg. Heel erg. Maar wat een kwaliteitsverschil eigenlijk. Hè? Zo puur en lekker. Ik ga nooit meer bestellen in Weesport. Ik vind bij alle 4 de zaken die er zitten niet heel goed. Ga ik gewoon lekker als ik bij Lynn ben geweest... Een heerlijke zonnebankje pakken en sushi halen. En dan geniet je er echt van. Wauw. Waanzinnig echt. Waanzinnig. Echt te erg. Ik wilde echt gaan. Maar ik had vandaag met een vriendin afgesproken. En het vorige weekend was zo druk dat ik nog niet heb kunnen editen. Dus ik red het weer niet. Spijt me. Maar aanstaande woensdag beloof ik het 100% zeker. Behalve als ik doodziek ben. Wat ik niet verwacht, kom ik echt. Want dit weekend heb ik tijd om te editen. Voor mijn YouTube video te bewerken dus. En ik heb geen afspraken verder die dag. Dus dan red ik het helemaal. Dus ik zie je sowieso volgende woensdag. Echt. I promise. Oh, wat erg. Nou, dit is waanzinnig allemaal. Hoe deze dag ineens zo heerlijk kan zijn. Grappig is dat, ja. Natuurlijk ook echt wel de luxe. Dat ik hier tijd voor heb vandaag. Waanzinnig, jongens. Dit is het voordeel van je eigen baas zijn en je eigen onderneming hebben. Dit is toch, ik kan me wel voorstellen als je dit ziet, dat je denkt, wat een leven heeft die meid. Ja, dit is heel luxe, dit is heel lekker. Ja, het is heel fijn en ik verdien nu geld met sushi eten. Geweldig. Ik denk dat ik volgend jaar wel echt 3 dagen wil werken. Dat kan makkelijk. Alleen het blijft gewoon lastig dat mijn uploaddag op een donderdag is. Maar goed, ik ga nu lekker. Ik ben 7:30 thuis. 8:30
dan heb ik nog steeds maar 2 uur. Wat erg. Ik zei tegen Nien, ik kan er echt niet naartoe. Want dan moet ik over 2 uur sporten. En dan heb ik maar 1,5 uur om te bewerken. En nu ben ik alsnog naar de zonneman gegaan. Ja, bad girl. Maar ik heb ervan genoten allemaal. Ik ga lekker mijn sushi ernaast zetten. Naast mijn laptopje. En lekker 2 uurtjes. En dan is de masseur er. En dan is het heerlijk allemaal. Good life. Dat was echt een ziek goede massage. Zoveel pijn nog nooit gehad volgens mij. Ik had lekker allemaal gordijnen dicht gedaan. Het jammer is alleen dat ik nog heel lang moet editen, want ik heb nog bijna niks gedaan. Hij was uit India, was super professioneel. Hij deed de handdoek zo voor zichzelf, zodat ik kon gaan liggen en dat hij niet naar me zat te kijken. Zoals die masseur die ik 1,5 jaar geleden had in Zoetermeer. Het was echt top. Ik moet alleen niet te veel kletsen, want we hebben het hele uur eigenlijk gekletst. Het was wel gezellig, maar ik denk dat je nog meer ontspant als je niet kletst. Maar aan de andere kant, het was deep tissue, dus het was geen ontspanningsmassage. Het was echt heel pijnlijk. En ik ga het echt vaker doen, want hij zei ook echt dat het zo tense was. Hij zei, oh my god. Hij voelde echt dat ik train, zeg maar. Dat ik gespierd erdoor ben. Maar ook dus dat het echt heel erg veel spanning had. En heel gespannen. Hij zei echt van, wow, ik passeer heel veel mensen, maar dit is echt... Ik zei, oh nou, fijn, want ik dacht ik stel me aan of zo, maar... De pijn is echt unreal. En nu voel ik van, oh, ik had nog iets meer onderrug wild, maar... Die doet altijd pijn bij mij. En hij heeft nu bij mijn schouderbladen echt de pijn. Maar ik zei ook van ja, mijn benen doen niet zoveel pijn. Dus je kan lekker veel naar mijn rug. Maar het ging niet bij mijn benen. Ook zoveel pijn. Echt bizar. Helemaal vast. Nou, hij zei het komt 100% door trainen. Ik doe nu ook steeds. Ik train natuurlijk minder dan in Zoetermeer. Maar ik doe nu wel steeds mijn hele lichaam trainen. Hij zei dat is echt niet goed. Dus nog wat tips gekregen. Nu ga ik thee drinken. Het is 9:30. Ga ik lekker mijn bed in. Nee, grapje. Ik ga nog, denk ik, tot 12:30 achter mijn laptop. Maar wat heerlijk dit. Wel duur, maar wel lekker. Nou ja, het is helemaal niet lekker. Deze zie ik veel pijn, maar het voelt goed. Oh ja, en hij zei neem na 20 minuten even een koude douche. En veel drinken. En bij de wellness zeiden ze altijd neem nog even een infrarood sauna en warmte. Kijk hoe lekker het eruit ziet als er ruimte is. Ik kon eigenlijk springtouwen. Wie? En wat een zooi hier. Oh, dat is wel goed dat ik de bank even opzij heb geschoven. Ga ik even de robo aanzetten. Hier heeft hij me gemasseerd, want dan had hij tenminste een beetje ruimte. De bank staat helemaal daar. Oké. Ja, als ik helemaal ga editen, ga ik echt over 20 minuten douchen. Good morning! Ik ging pas 2:30 slapen door mijn vlog. Albert Heijn is net bezorgd. Ik dacht, ik doe weer een keer Albert Heijn. De skier was in de aanbieding, maar ik laat hem net vallen. De rest zit al in de koelkast. Ik heb er even allemaal skiertjes besteld. Van die deze is niet lactosevrij. Heel chill. De rest is volgens mij wel lactosevrij. Ik heb mijn cadeaukaart verzilverd voor een Kayali luchtje. Dus dat is ook echt super leuk. Dus dan kan hij meteen weg. Ook lekker liquid snackjes voor Poesie. Ananas zonder bovenkant, heel handig. Dit was maar 4 euro voor al deze wilde perziken. 3 keer snackkomkommertjes. Oh ja, en ik heb 10 pakken havermelk. Daarom ging ik ook bij Albert Heijn bestellen, was in de aanbieding. Gewoon even eigen merk wasmiddel, toastjes. En weer lekker een klein, meer granen, meer zaden. Zuurdesembroodje. Aan mijn deur bezorgd, 3,50. Kijk nou, hoe lekker. Heerlijk. Robotstofzuiger, het is nu nog goed. Dus ik heb hem even schoongemaakt. Dat had ik echt veel eerder had moeten doen. Dus nu is hij aan het drogen. Dus kan ik hem even niet gebruiken. En de kattenbak stinkt. Volgens mij is dit weekend 2 weken geleden. Dus ik ga hem ook verschonen. Dus ik ben weer... Het is echt bizar hoeveel huishouden je hebt in 1 persoon in zo'n klein huis. Je moet gewoon elke week echt het helemaal grondig doen. En het elke dag bijhouden. Bizar. Kijk, nu is het gewoon echt stil. Ik kijk altijd even op donderdag mijn eigen vlog om te zien of er nog fouten in zitten of zo. Dat ik even weet wat er online staat, want ik vergeet het altijd weer. Dus mijn vlog staat aan, mocht je denken, huh? Ik hoor 2 Charlottes. Nou, dit ding is afgebroken. Waarschijnlijk kan ik hem alsnog gebruiken, maar heel erg vind ik dat. Ik heb Lottes handdoekjes opgehangen, superleuk. Dus eigenlijk even moeten strijken, maar dat ga ik niet doen. Poesie ligt lekker hier te chillen. Poesie mag ik wel zeggen, toch? Alleen niet Poesie. En hier ligt het kattenbak inhoud. En de bak. En de douchemat, want het ging helemaal overstromen. Jongens, wat een huishoudwerk. Gewoon, je bent gewoon de hele dag... Nee, oké, niet de hele dag, maar... Vroeger deed haar heel veel. Kijk, hier is nu helemaal nat. Hier liggen allemaal dozen, want ik heb lampen voor volgende week. Hier is helemaal nat.
Hier ligt ook nog een beetje grit, dus dit ga ik nu schoonmaken. Hier. Hé, kijk wie erop ligt. Derde keer of zo. Ja, lekker schatje. Goed zo. Oh, zo blij dat je erop ligt, want hij was 100 euro en ik vind hem mooi. Mijn robo ben ik aan het onderhouden, aan het schoonmaken. Ellende, ellende. Ik ben echt al uren bezig. Alleen maar dit de hele dag. Ja, chaos. Time to go to Zumba. Wat een uie dag, jongens. Het is... Ik zou zo mijn bed in kunnen rollen. 7:45 is wel laat. Nog 20 minuutjes dan begint het. Ik ga wat eerder, want ik wil mijn rug nog rollen op die foamroller. Vuilnis en karton gooien en lopen. Waarschijnlijk ben ik straks weer helemaal energiek. Het zou zo lekker zijn als Zumba gewoon in de ochtend was. En niet om 7:15 s'avonds, maar goed. Vierde keer alweer. Oh, het ziet er raar. De volgende keer moet ik voor Zumba echt heel licht eten. Ik had te zwaar gegeten. Ik had curry met naambrood, dus ik kreeg eigenlijk na 3 dansjes al een steak. Ik ben natuurlijk wel gewoon doorgegaan, maar dat is even a note to myself. Na de les helemaal bezweet, echt niet normaal. 2 flessen water. Dat was wel goed, ik ben heel slecht in water drinken en als ik dan dit doe, niet. Daarna heb ik dus even op de loopband gedaan. Nou, ik zeg het thuis wel, want hier zit een beetje veel herrie. Jeetje, zie je hoe rood ik ben? Ik ben nog nooit zo rood geweest, het wordt steeds erger. Wel goed, want ik dacht altijd, ik zweet nooit en ik word nooit rood, maar nu dus wel, dus dat is goed. Ik ga meteen douchen en ik ga lekker mijn haar wassen, ook al is het avond, want ik wil het morgen wassen. Ik ben het weer aan het uitstellen, want ik had het weer te vaak gewassen. Waardoor het weer sneller vet werd, dus ik wou het eigenlijk woensdag al wassen. Toen dacht ik, ik doe het vrijdag, maar ik doe het nu, want ik voel me nu echt bezweet. En het beeld is helemaal donker, nou ik weet het even niet hoor. Ik ben de hele dag met apparatuur bezig geweest, heel irritant. Mijn robot heeft nu ook kuren, maar... Ik zag dus op TikTok vanochtend die trend van op de loopband, elke dag eigenlijk. Dat gaat me niet lukken, maar... De 12-3-30 manier, maar dan in het Nederlands is dat de 12-4.8, 12-4.8-30. Dat betekent, je doet de helling op 12, de snelheid op 4.8 en dan ga je een half uur lopen. En dan geloof ik zo erg dat het werkt. Dus ik ging het na het lesje even testen, maar 12 vond ik echt te heftig. Dus ik begon op 6 en uiteindelijk op 10 helling. En dan wel 4.5 snelheid. En ik heb het een kwartier gedaan. Ik dacht, ik ga het even uitproberen. Morgen als ik dan krachttraining ga doen, ga ik dat dus ook doen. Heel even googlen of je nou de voor- of de na-cardio moet doen. Want er was een juiste volgorde voor vetverbranding. Ik ben het even vergeten. Dus ja, dan ga ik dat ook proberen te doen. Want bij mij, het kan gewoon niet anders dan dat het aan beweging ligt. Ik eet zo ontzettend gezond. Altijd. Ik leef super gezond. Dus het moet gewoon de beweging zijn. Krachttraining doe ik al. Dus ja, daarom de lesjes en dat. En dan zeg je, voelt je ook wel heel goed hoor, als je veel bewogen. Ik ga even heerlijk douchen. Mijn robot heeft dus een probleem dat het licht niet meer uitgaat. Dus er staat de hele tijd licht aan. Daar word je echt gek van. Oh, zoveel spierpijn trouwens van die, dat lopen. Dan voel je echt dit als een gek. Dus het moet ook heel goed zijn voor je binnen. Maar ik moet ervoor zorgen dat het niet te steile helling is, want dan ga ik mijn kuiten voelen. En dat wil ik niet, want ik heb al hele gespierde kuiten. Ik zit even babbelhap te editen, want daar is eindelijk tijd voor. Maar ik heb uitstel gewacht hoor, dat wel. Ik verbeeld me dan, hij streelt me dan, omarme. Ik huiver, krijg het koud, mijn ogen dicht, zijn lijf verwarmt me. Ik vind het zonde dat ik nooit meer zing, want daardoor... Ja, verleer je het. En dat is vet zonde. En allemaal weer vreemden in de straten. Wat is dit voor versie? Pakketjes. Deze was in de aanbieding Matcha Whisk Omega 3. Ja, het is altijd in de aanbieding allemaal. Nog een Matcha Whisk. Een hele voorraad magnesium. Want ja, ik doe er 2 per avond. Dan ga ik heel snel doorheen. En ik vind het altijd fijn om voorraden te hebben van dit. Dat je niet misgrijpt. En dan heb ik nog dit. Dat is nieuw. Ik heb nog nooit eerder geprobeerd. Leek me wel interessant. En nog meer Omega. En dit had ik ook nog nooit geprobeerd. En deze vond ik al een tijdje. Volgens mij heeft mijn broertje deze handen. Mijn matcha bol is best wel groot. En ik vond het toch wel mooier om gewoon een kleinere te hebben. En deze was dus ook in de aanbieding. Ik zou zeggen, het is gewoon een boel. Gewoon een schaaltje, maar het is wel handig.
En dan nog mijn favoriete shampoo besteld. Die ik nu al een paar maanden gebruik. Ik weet niet of het een tip is voor iedereen, want je haar wordt er wel heel zacht van en ook minder volume. Ik vind dat dus niet erg, want ik heb eigenlijk van mezelf heel veel volume, maar dat hoeft van mij niet. Dus ik vind het helemaal prima. Dat is deze. De L'Oreal Enforcer. Dan koop ik ook maar meteen een 1,5 liter fles, want dat is in verhouding veel goedkoper. Maar ik zie dat er dus geen pompje op zit. Maar ik heb dus het pompje van mijn fles nog. En ik neem aan dat die hier dan op past. Dus dit gaat er allemaal de kasten in waarvan iedereen altijd zegt, waar kan je al die spullen kwijt? Ja, ik heb daar dus heerlijke opbergruimte voor. Misschien moet ik dat ook gewoon even aan jullie laten zien dan of zo. Maar ik was eigenlijk aan het zingen en daar had ik eigenlijk ook zin in. Dus. En ik zit dus lekker aan mijn bar. Heerlijk, lekker stoel dit. Voor wie het zich afvraagt, ik heb dus een hele grote kledingkast en het rechterdeel van mijn kast bestaat alleen maar uit spullen. En dan heb ik hier dus allemaal mandjes, maar mijn handen zitten helemaal vol. Kijk, als ik trouwens een home tour ga doen, willen jullie dan ook zeg maar de inhoud van de kasten en zo even zien? Hier heb ik dus allemaal manden. Het is niet heel chill omdat het geen lades zijn, dus ik moet ze er wel allemaal steeds zo uitschuiven. Maar ik weet niet of het nog in deze mand past hoor. Niet helemaal, maar dit is maar een hele voorraad. Allemaal pillen en zo. En die bewaar ik hier. Want ik slik best wel veel supplementen. Alleen deze zit nu dus vol. Ja, ik ben altijd goed voorbereid voor als er een wereldramp uitbreekt. Zoals je kunt zien. En die bakken die gaan dan weer lekker terug in de kast. Kijk, dus ja, dat is gewoon ideaal. Hele voorraden. Ja, dit is een rommeltje. Dus voor iedereen die dat zich afvraagt. Ja, hier kan je natuurlijk vet veel in kwijt. Het is gewoon, sommige mensen hebben dit als voor alleen hun kleding. En daar liggen allemaal cadeau dingetjes. Dus ja, super handig. Ja, hier heb ik dus ook nog plek. Voor mijn andere vitamins en zo. Hier heb ik ook nog mega veel storage. Heerlijk. Ja, je kan heel veel kwijt in een huis. Dus allemaal voorraad voor skincare en zo. Dit. Dan heb je hem hoog als je het leuk vindt om dit te zien. En dan heb ik ook nog een spiegelkast. Wat echt een uitkomst voor je leven is. Die ook gewoon lekker helemaal vol staat gestouwd. Dus ja. Waanzinnig toch? Hier nog een mand met dingen die ik op moet maken. Dit nog. Dit nog. Ja, ik kan veel kwijt hoor. Ik ga eventjes op mijn elektrische fiets. Want dat is pas, ik heb die nog nooit echt gebruikt. Dat er ook geen mandje op zit. Dus dat is onhandig. Maar ga ik even naar de Maxis fietsen. Even kijken bij die Nike store voor sportschoenen. En vaatwasblokjes kopen. En daarna naar de sportschool. En dan dus eerst krachttraining. En dan een half uur loopband met Helly. Sportschoenen gekocht. Ik vind ze heel lelijk. Het valt mee, maar ik vind ze wel heel lelijk. Eindelijk schoenen die even lekker zitten. En deze fiets fietst echt heerlijk. Hij staat nu uit, want dan fietst hij op het terrein. Maar dan fietst hij ook heel lekker. Ik moet nog even een beter fietslot, maar ik vond dit voor 2 euro wel prima. Dan zet je hem in ieder geval niet in 1 seconde in je auto als je hem gaat stelen, maar ja. Kijk hoe lelijk, die combi. Gymtime. Ik moet echt een ander shirt gaan kopen, het is geen gezicht. Mijn outfit nu is echt heel erg. Maar ik ga dus krachttraining doen en dan nog een half uur op de loopband. Supergoed. Het fietsen op de elektrische fiets was mega chill en leuk. Dan denk ik, ja, het is niet zwaar, maar het is beter dan met de auto in alle opzichten. En laat ik nog meer zeggen. Oh, ik heb surimi-sticks gegeten, een haring en een skier. Dus lekker veel eiwitten en niet te zwaar. Dus ja, lelijk. Het kan ook lelijker, maar ik hoop dus dat ze echt lekker zitten. Ik heb best wel opgelopen in de winkel. En ja, vooral met het lopen op de loopband is belangrijk. En ik heb deze oortjes gekocht, de Action van Fresh en Rebel voor 15 euro. Ik had al draadloze oortjes, maar ik vind ze nooit zo heel chill. En dit lijkt me echt ideaal voor met sporten, dus ze zijn nu aan het opladen. Ik ben benieuwd. Kan ik in ieder geval op de loopband iets luisteren, dat is wat minder saai. En ook best mooi. En ik heb dit gekocht, dat doe ik echt nooit, want er zit allemaal suiker in. Maar ik dacht, het is wel even lekker voor de energie. Ik vind ze helemaal niet heel lelijk, alleen het staat gewoon nergens bij. En ik kom er net achter dat ze eigenlijk best wijd zijn. Maar ik heb echt een uur in de winkel gezeten en ik kon nooit schoenen vinden. Dus ja. En je moet hoog zoeken, dit is niet lekker. En dit is mijn fave apparaat. Ik doe het met 40 kilo. En dan doe ik altijd met elastiek. Maar de laatste doe ik even zonder elastiek. Want dan kan ik wat vaker op en neer. En boven hou ik hem vast. Oké, okay, I did it. 30 minuten. Ik moet zeggen, aan het begin denk je echt, oh my god, hoe lang nog? Hoe lang nog? En dan ben je bij de 30 en denk je, ik had ook langer gekund.
Maar ik wil dat niet doen, want dan maak je het voor jezelf weer zo'n hoge drempel. Omdat, weet je, je moet het wel laagdrempelig houden, anders is het ook niet leuk. En even kijken wat het voor me doet, maar de heuvel zat op 5, 6, dus 12 is echt pittig hoor. Dus ik wil het gewoon rustig opbouwen. Dus liever dat ik de heuvel opbouw dan de tijdsduur, zeg maar. Maar ik ben weer helemaal bezweet. De oortjes, dit zijn ze. En ik zag op internet dat het gewoon een duur merk is van 100 euro en zo. Dus ik weet niet waarom het bij de Action voor 15 ligt. Je hebt wel een beetje zo'n onderwatergevoel nu, zeg maar. Dat hebben die anderen niet. Dus ik hoor mezelf echt nu niet normaal praten, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel irritant. Maar je bent daardoor wel afgesloten van alles. Dus dat vond ik wel lekker. Dan trek je ook minder aan van wat er om je heen gebeurt. Ik ben altijd heel erg bezig met mijn omgeving. Wat ik eerder ook al had gezegd toen ik die witte koptelefoon had gekocht. Maar dat was te groot. Maar dit houdt je wel lekker bij jezelf. En ze blijven goed zitten. Dus ideaal. En ik had haar even gebeld ermee en hij hoorde me gewoon goed. Dus fijn. Want ik kan echt nooit onderweg muziek luisteren of bedden meer. Omdat ik die groene dus nooit meeneem. Maar deze vind ik wel fijner. En nu weer douchen, maar uiteindelijk moet ik toch iets gaan merken als ik dit doe, jongens. Come on. Vandaag ook weer zo gezond gegeten. Iemand wil aandacht en iemand wil een snackje. Dat is wel duidelijk. Wel leuk. Lijkt alsof ze meer aandacht wil de laatste tijd. Kom maar, Poesie. Hier. Ik bedoel, kom maar, Poes. Hier. Ik wil een snackje. Lekker, Poesie. Luxe salon, hè, Poesie? Snackjes en massages. Ik heb haar al best lang niet geborsteld, want je moet het niet te veel doen. Wordt alleen maar erger. Jeetje, wat wil haar Poesie. Dat is niet normaal, jij. Hey, dat is een knuk. Dat is een knuk. En nu ga ik dit maken. Ik ben helemaal op de gezonde toer. En dit moet op, denk ik, spinazie. Dus dat ga ik ook maar bakken. Lekkere food inspo, hè? Het is al bijna 30:30 s'nachts. Ik moet echt slapen. Maar deze is oprecht heel chill. Hij is wel vrij klein, dus volgens mij hebben ze maar 2 maten. Die Second Skin van de Action. Heel chill als sport bij haar, want hij zit lekker strak. Hij loopt niet helemaal tot beneden door, dat je veel te veel stof hebt. Gewoon, dit wordt mijn Zumba ding. Wat chill, want ik zoek eigenlijk al heel lang iets wat gewoon wel steun biedt, maar niet zo dik is. Ideaal. Ik zal hem even uitdoen, dan kan ik hem even laten zien. Kijk, dit is hem. Ik had het eigenlijk al vaker bij de Action zien liggen. Ideaal. Pets erin. Ja, dat is toch wel mooi. Hoeveel maanden per se is eigenlijk wel met sporten wel fijn. En dan hier een beetje zo'n structuurtje aan de binnenkant, waardoor die niet glijdt. Ik zie het niet, maar dat voelde ik. Ik voelde ergens een soort ribbeltje. En gewoon zo'n stofje, weet je wel. Wat heel relaxed. Dus dit is zo'n soort Skims namaak of zo. Hij is dus wel qua maten niet zo ruim. Maar dit is heel top. Het is lekker strak zonder dat het strak voelt. Dus dit ga ik lekker gebruiken voor Zumba. Ik ga nu slapen, maar dit is trouwens de trui die ik heb gekocht. Hij is niet super oversized, maar wel een beetje. Ik zei even raar, want ik heb geen kleren aan. Maar ja, lekker truitje, niet te dik. Heel leuk ook voor de zomer, voor in een broekje. Dat je hem zeg maar even omhoog doet. Maar toch is hij ook lang, dus ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. En hij was volgens mij van 60 voor 30. Heel prettig boltje is het. Perfecto. Hij neemt lekker minder ruimte in en hij doet zijn werk heel erg goed. En goedemorgen natuurlijk, hè jongens. Hallo. Gaan we weer hoor. Ik weet dus niet zeker of dit een goede is, maar als ik het zo zie, hij is wel echt troebel. En dat is wat je overal ziet. Zo ja, scheelt het echt veel geld. Ik doe het niet met een rietje. Ze zeggen eigenlijk 2 eetlepels, maar het is iets meer. Want ik gooi het toch in 1 keer achterover. En volgens mij komt het dan precies op dezelfde plek als een rietje, zeg maar. Ik moet zeggen dat gisteren echt weinig honger. Ik ben echt goed bezig, ik eet zo gezond, ik sport veel meer, maar op de weegschaal was ik weer aangekomen en ik heb zo'n weegschaal die alles kan meten. En mijn vetpercentage was op zijn hoogst. Love life. Nou, gaan we. Wow.
trouwens echt heel eventjes bijna gaan liggen, omdat ik zo misselijk werd ervan. Ik verdun hem nu even snel met water. Ik vind het dus niet vies zoals iedereen op TikTok. Het is gewoon extreem zuur, maar ik vind het niet vies. Alleen het is heel heftig in je maag. Dat vitamine C in de ochtend, daar moest ik ook altijd van overgeven. Dus ik moet straks echt even heel rustig doen, want anders word ik super misselijk. Maar misschien went het, want dit is nu pas de derde keer dat ik het neem. Want gisteren dacht ik, oh ja, appelazijn. Dus. Oké, wel leuke glaasjes ervoor. En ja. Ik hoop dat het werkt. Waarschijnlijk niet zoals niks bij mij werkt. Goedemorgen allemaal. Wij zijn nu bij mijn vriendin, maar ik was helemaal vergeten te vloggen. Papa en mama zijn er ook, want we gaan dus vandaag naar Duitsland. En dus naar de baby kijken. En mijn ouders gaan nu ook naar de baby kijken, dus dat is super leuk. Hey Dorrie Dok. Hey Dorrie. Hey Yoshi. Hey schatje. Mama even de baby halen. En de baby even lekker slapen. Yoshi. Kom eens. Kunnen wij even schattige vlogbeelden maken? Dat is een lensdopje. Nou, Yoshi baby. Lijkt een beetje op poesie, hè? Ja, je lijkt een beetje op poesie. Hi. 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 Je bent een cutie. Ja, je bent schattig. Niet helpen. Je bent schattig. Je bent een schatje. Ja. Je bent een schatje. Wil je ook aandacht, hè? Straks ga ik eventjes de baby aaien. En nu ga ik Yoshi aaien. Ja. Die andere, Kaufland, van de Olmerstrasse. Olmerstrasse is de grootste. Een Kaufland kaart hebben. 14 minuten sneller. Hè? Ik vond het al belachelijk lang duren. Oké jongens, ik ben denk ik 2 uur nog even bij Jiminy geweest. Het was zo leuk. En mijn gelukshormoon is echt zwaar aangemaakt, want het was zo schattig. Want haar dochter, toen ik binnenkwam, was ze aan het lachen. Zij lacht dus heel veel blijkbaar. En toen heeft ze... Ik wist dus niet of ik er überhaupt langer vast mocht houden. Maar ze heeft gewoon de hele tijd bij me gezeten tot de laatste 10 minuten. Dus ik kan ook wel rechtop zitten. En het was echt, nou ja, zo leuk. Dus ik heb er heel erg van genoten. En mijn ouders hebben er ook nog eventjes gezien. En het was een mega schattige baby. Gewoon heel leuk. En nu gaan we naar eerst naar de DM in Kleven. Ik dacht dat het best wel dichtbij was, maar het valt tegen. Het is best wel lang rijden. En papa wil naar Kaufland. Daar wil ik ook heen. En misschien ook nog een Aldi of een Lidl zit er dan. Dan gaan we lekker in Duitsland shoppen. Lenterschrof. We zijn er, jongens. Oh, hier is de DM. Ja, hier is de parkeerplek, ja. Hier. Nee, ik ga hier parkeren. Kijk, hier is de Aldi, de Deichmann, de Boka, de Shoe for You, de Meda, de Taco, de Kik, de Intagsport, de McDonald's. De zon schijnt. Mama kan lekker, terwijl ik in de DM zit, lekker buiten in het zonnetje gaan zitten. Ik neem jullie natuurlijk mee naar de DM, jongens. Ik heb expres deze week niet bij de TK Maxx geshopt. Want elke vlog moet natuurlijk 1 shopvlog zitten. En deze week is het Duitsland. Ik ga denk ik hondenvoer kopen voor al die zwerfhonden. Ja, dat wil ik ook doen. Nee. Dat is een goed idee. Nou, daar zijn we dan. Het is echt heel druk, want het is natuurlijk zaterdag. De babyafdeling is sowieso te schattig. Ik zit even voor weer een andere vriendin te kijken. Voor haar babypakketje, maar... Ja, mijn ouders, we hebben een uur, dus ik kan niet zo lang kijken. Bijvoorbeeld zoiets erin en is schattig. Calendula, dit doe ik er wel bij, is wel leuk. Zo schattig, ze hebben zoveel. Ook goede producten hier, dat is niet normaal. Ik wil het allemaal hebben. Ik wil dit 2. Ben dan? Oké, dan dacht jij, dan ga ik ook niet. Dit. Jij 2, ja? Nee. Het is schattig. Kijk, ze hebben ook echt leuke kaarsen. Die ik niet ga kopen. Kijk hoe leuke kleur. Kim wil naar Kaufland. Die Robin wilde je gerne hingehen. Kijk, Kaufland. Kijk hoe duur. Dit is 5 euro. Kijk hoe weinig bubbels erin zitten. Gieren. Deze fles vind ik altijd heel fascinerend. Maar die had ik een keer in Oostenrijk geproefd. Niet heel lekker. Dit ziet er ook heel erg niet lekker uit. Sushi, kwarkcreme. Waarom raak je alles aansloten? Omdat het kan. Het is wel altijd lekker. Van die wortels. Oh, dit is gewoon wortelspaghetti. Ik dacht van die wortelsalade.
Ik weet niet wat het is en ook niet wat het kost, maar ik wil dit. Oh hier, 4 euro. Ik ga dit kopen, want ik weet niet wat het is. En dan wil ik het. Zouden jullie deze kaassticks kopen? Ik zal even mijn ding uit mijn hand doen. Of dit, deze vegetarische mühlen snack. Vind je dit leuk dat ik dit film? Ik doe het echt voor jullie. Of kaas op een stokje. Best wel lekker trouwens. Oh, cheese strings. Vegan Babybel. Wat is dit voor Babybel? Bozega. Babybelletjes. Maar ja, dat heb je ook allemaal wel. Oh, protein Babybel. Oh ja. De bakafdeling vind ik ook wel echt leuk. Dit vind ik ook leuk. Maar is dit dan? Oh, dit fijne glans chocola. Maar ja, ik gebruik dit te weinig. Dus ik mag het dan niet kopen voor mezelf. Maar ik mag het wel voor jullie filmen. Kijk, oh, wat hebben ze allemaal? Oh my god. Ze hebben heel veel. Oh. Dit kan ik niet weerstaan. Kijk nou. Dit is wel een tip als je dus kinderen hebt en je wilt dingen bakken. Dan is dit echt een hele grote tip. Oh mijn god, dit is gewoon een taartenwinkel. Kijk nou. Deze camera filmt nooit stabiel, dus ik doe mijn best. Maar kijk, ook kant-en-klare worteltjes. Dit is wel heel leuk. Ik ga volgende week naar Rebecca. Die heeft natuurlijk 2 jongens. Maar misschien is het wel heel leuk om zoiets mee te nemen. Ik weet niet of ze ervan houden. Dit is natuurlijk wel heel vet. Hey, daar is mijn vader. Gespot in het wild. Hallo. Hi. Ze hebben, oh, dit is wel heel leuk. Kijk, karamelchunks. Caramel fudge. Ja, dit vind ik dan toch wel weer leuk. Het is wel leuk om weer een keer iets te bakken. Ja. Ze hebben wel veel soorten meel en zo, toch hier altijd. En ook amandelmeel goedkoop. Bij de DM was amandelmeel heel duur. Oh hier, choco chunks, bitter. Ik dacht, ik ga Rebecca gewoon bellen, maar het is het niet. Doet het niet. Ja, dit is het. Ik denk dat ze wel opneemt, ik bel haar nooit. Please. Maar ze heeft wel belangst, dus misschien neemt ze niet op. Helaas, ze neemt niet op. Jij kopen, mam. Oh, chill. Maar deze pasta. Ja, die is wel goedkoop. Maar ik heb die nog. Want ik eet nooit pasta, want ik durf geen pasta te eten. Nog 1 keer proberen. Hallo. Hey, oh, ik dacht al, je hebt belangst, dus je gaat niet opnemen. Oh, jij belde mij. Bel ik anoniem? Of heb je mijn nummer niet? Jawel, maar ik zie Charlotte staan. Ik heb 3 keer teruggebeld en ik kreeg geen antwoord. Oh, ik ben in Duitsland, misschien daarom. Oh, ik kreeg ook inderdaad een Duitse vrouw aan het telefoon. Huh? Ziek eng. Oh. Nee, ik belde heel snel even, want ik ben in Duitsland. Maar ik wou dus vragen, houden jouw jongens van bakken? Niet per se, maar ook per wel. Ja, ik twijfelde al, want ze hebben hier dus echt van superleuke dingetjes om mee te bakken. Zo, ik dacht, dan neem ik wat mee en dan kunnen we misschien iets bakken. Maar ik weet dus niet of ze het leuk vinden. Ja, dat. Ja. Dus gewoon dat we gewoon iets simpels, maar dan vooral, ik bedoel vooral de decor dingen inderdaad. Ja, dat vind ik zo heel leuk. Oké, dan doe ik dat. En dat is wel leuk, want Revi was jarig, toch? Oh. Ja, gisteren. Ja, maar ik dacht het wel leuk als we misschien even, dat is nog best dicht op zijn verjaardag. Gewoon maak even leuk, pak even met allemaal leuke dingetjes voor of cupcakes of zo. Dat is toch leuk? Ik vind het leuk. Oké, toppie, dan weet ik dat ik dat... Ben je nu in Duitsland? Ja. Ja. Ja, ik ben alleen wel alleen in de supermarkt, want in de andere zijn we al geweest. Ja, dat is zeker supermarkt. Oh, wat dan? Een melatonine slaapspray. Oh, hey, die heb ik ook net gekocht bij de DM. Ja? Volgens mij, ja. Deze is heel specifiek, het is echt de enige waar ik tegen kan. Oh, stuur hem even op de foto dan. Maar ik ben in Kaufland. Ja. Dus ik weet niet of ze het hebben. Ja, dat was daar. Oh, nou, top. Alright. Okay. Doei. Doei. We hebben hier dus allemaal caviar, best wel goedkoop. Ik wil dit al heel lang weer een keer proberen. Ik heb het vroeger wel eens geproefd, maar toch staat het me ook een beetje tegen of zo. Truffelstijl. Oh, zeealgen. Maar dan denk je toch zeealgen? Dat zijn toch geen, dat is geen vis? Ik snap het niet. Kijk, mij vind je dus nooit echt op deze afdeling. Je zou denken dat zij dus niet op deze afdeling te vinden is en ik hier de hele dag lekker aan het rondkijken ben en alles aan het opeten ben. Maar nee.
De realiteit is dat mama helemaal losgaat op de snoepafdeling en alles opeet. En ik ben meer van de kaviaar. Maar dit is een vitamine C snoepje. Lekker. Hallo, dit zijn kruidenbonbons, hè? Lekker. Die zijn heel lekker. Ja, kijk, als je van snoep houdt, dit doet mij dus niks. En soms denk ik, misschien moet ik het een keer gewoon ook allemaal snoep willen of zo. Ja, nou ja, mensen die heel veel snoep eten zijn heel dun. Ik eet niet veel snoep. Nee, weet ik. Maar mensen die heel veel snoep eten zijn wel echt dun. Ik heb dus kaviaar. Het is wel slecht voor je tanden. Ja. Nee, het doet mij helemaal niks. Hier hou ik ook niet echt van, maar het ziet er wel heel lekker uit. Ik dacht even dat dit pistache was, maar het is serieus witte wijn of gewoon witte druiven. Kijk, hoe goedkoop. Maar ik ga dit niet kopen, want ja, ik drink het elke dag. En dan vind ik die paar cent niet interessant. Voor nu? Nee, daar is mijn moeder weer. Kijk, kaasafdeling. Oftewel de buikpijnafdeling. Maar ik wil hier wel echt even kijken. Grijze kaas. Eeuw, wat is dit voor vieze kaas? Wat voor. Het ziet er heel vies uit. Kijk, dit dan. En weet je wat ik echt heel erg lekker vind? Waar staat het nou? Met mierikswortel. Ja, dit. Oh, dat is zo lekker. Maar ik ga dat niet kopen. Huh? Met de geitenkaas. Oh my god, wat is dit voor waanzinnig? Kijk nou. Dit ga ik dus niet meenemen, maar hoe cool is dit? Die knetterijsjes en dit. Oh, waanzinnig, ik ga echt nog een keer naar Duitsland. Nee, oké. Okay. Als ik een gezin heb, zou ik naar Duitsland gaan. En mijn hele vriezer volgooien. Geweldig. Oh, je kan ook heel veel loskopen. Maar ik heb helemaal geen zin in ijs, ik heb meer honger. Kinder Bueno White, die is zo lekker. Oeh, ik ben al heel lang benieuwd naar die Magnum, maar die heb je ook gewoon in Nederland. Mijn kar ligt best wel vol. Kijk, pistache proteïne. Oh my god. Kijk dan. Geweldig. Dus zijn we beland bij de panties en de sokken. Ik hoop dat jullie dit allemaal leuk vinden om te zien. Ik vind het altijd zo stom om te editen namelijk. Jolie, alle achtergrondstemmen van jou zijn debiel. Dit vind ik altijd zo lekker als ik in het buitenland ben. Volgens mij heb je het wel in Nederland, maar het is lastig te krijgen. Groene olijf met amandelen. Heerlijk. Oeh. Iedereen heeft honger. We weten het niet. Dus we gaan van de snelweg af en dan gaan we lekker naar de Van der Valk. In Loerm, liter per deggo. Lekker. Ik wilde dus dit, net als mama, maar er zit soja in, zoals heel vaak. Dus nu moet ik even wat anders zoeken en we gaan dit ook nog delen. Sashimi van zalm is ook met soja, maar dat kan weer los. Dus nu wordt het lastig, want de rest zijn allemaal hoofdgerechten. Dat is wel raar nummer. Als je het kust voor iedereen, dat ga je goed. Denk je echt, ja, dit? Hij is echt glasgeel. Meestal vind ik dat niet lekker. Ik ben benieuwd. Lekker, ja, echt verdeggo. Blijkbaar vindt Oliver dat dus ook heel lekker verdeggo. Ze gaan dus tot hier. Dat is echt flink glas, hoor. Oh, dit is een lijn. Wat slim. Ja, niet heel boeiend, maar prima. Nee, ik wil het niet. Ja, dat het heel leuk staat. Ik heb dit cubes. Super. Dit zijn de sauce uit het park en dit is de leuk zat het, Josje. Ja, zo, nu ben ik eruit. Dit is trouwens echt zo lang geleden dat ik mezelf gewoon in een normale spiegel heb kunnen kijken. Want ik heb geen lange spiegel. Ik heb het wel echt nodig eigenlijk. Ik ben helemaal rozig van deze dag. Heerlijk, zo gezellig. Oh my god, ik ben thuis. Ik ben moe van deze dag. Voldaan moe. Bizar. Ik denk dat ik wel vast even wat dingen laten zien die ik heb gekocht. Dat is wel leuk. Maar het is echt heel veel. Het is echt niet normaal. Zal ik even beginnen? Ga ik het allemaal los laten zien of ga ik het gewoon filmen? Ja, dat ga ik niet nu allemaal los laten zien. Dat is veel te veel. Ik ga even beginnen. Oh. Nou ja, ik laat het wel even snel los zien. Ze hebben dus al die proteïne dingen met pistache. Dus ik heb 3 van die protein puddingjes gekocht. Dit was bij Kaufland. En hele lekkere van schapenkaas. Even inzoomen als het scherp. Lekker schapenkaas. Burrata, waarvan ik heel benieuwd ben of het nou beter is dan hier in Nederland. Ik weet het niet. Het is natuurlijk net over de grens. En dit is dus super lekkere kaas van geit. En deze is ook nog eens lactosevrij. En deze is ook van geit. En dat vind ik gewoon super lekker. En dan heb ik dus die kaviaar gekocht. Maar dit is van zeealgen. Dus dit is vegan kaviaar. Ik heb de classic style. Daar heb ik er maar meteen 3 van gekocht. Want dit is zo moeilijk te krijgen. En ik had dat toen bij dat diner wat haar voor mij had. En ik vond dat heel lekker. Dan heb ik ook nog een van zeealgen met truffel. Ik vond het te leuk. Volgens mij is het ook al een tijdje houdbaar. Hoop ik trouwens. Misschien iets te veel, maar ik vond het leuk. Ik kan het nergens krijgen.
En dan heb ik dus IJslandse kaviaar. En het is, neem ik aan, geen echte kaviaar, maar gewoon gemaakt van een goedkope soort vis. En dan nog 2 proteïne drankjes. Ik krijg hier denk ik wel buikpijn van, maar ik dacht ik koop het alsnog. Oh, deze zijn ook nog dozenvrij. Hi, de batterij viel uit, maar ja, had ik er misschien toch meer moeten kopen. Kijk, hoe een klein flesje en daar zit dus gewoon 20 gram proteïne in. Ik kan het ook lekker gaan kopen als ik weer naar Zwitserland ga over precies 2 maanden volgens mij. 2 maanden en 1 dag. Dat is een stukje van de stash van de gekoelde dingen. Het stinkt enorm naar kaas. En dan heb ik dus echt... Oh, dit is gelukkig niet een tas. Hier, nog 2 tassen vol. En ik had dus deze lekkere olijven, maar die zijn al bijna op. Oh, dit beeld is zoveel mooier dan het andere beeld. En ik zie jullie dat de parasol buiten is omgevallen. Ik ga eerst even mijn gewone tas uitruimen, want ik moest een sjaal mee omdat papa altijd airco heeft. Maar het viel gelukkig mee. En kijk, jij wil denk ik heel eventjes lekker naar buiten, hè? Dit is wel heel heftig wat hier is gebeurd. Het is gewoon stormschade, joh. Ik hoop dat er niks kapot is. Kijk nou. Dat is niet zo mooi. Oh. Toch vind ik zo'n balkonparasolvoet dan niet heel erg waanzinnig. Ah, arme paprikaatjes. Gelukkig zijn ze er niet afgevallen. Ik dacht ik ga naar bed als ik thuis kom, maar als ik dan helemaal thuis ben denk ik, oh, ik heb nog de hele avond voor me. Hier had ik er dus echt veel meer van willen kopen, maar ik dacht, ja, dan wordt de auto te vol, maar het had gekund, want het is helemaal niet duur. En kijk, hartjes wc-papier. Zo mooi. Ik word daar dus intens blij van, als ik dat zie. Had ik maar meer gekocht. Hartjes keukenrollen. Dit is toch waanzinnig. Het was echt helemaal niet duur. Ik had meer moeten kopen. Ik wist niet dat mijn ouders zo weinig gingen kopen. Die vonden er echt helemaal niks aan. Die hebben echt 30 euro uitgegeven of zo. Heel weinig. Oh, even mijn schoenen uit. Test audio 1, 2, 3. Even mijn trui halen. Even kijken hoor, als ik hem zo neerzet. Nee, dat is niet zo. Ik dacht, ik ga even een keer een andere filmhoek nemen. Van jou, hè, Poes. Ik dacht, ik film het nu, want ik denk dat ik straks wel echt ingestort heb. Because it was a really long day. We zijn 11 uur weg geweest, best lang. Ja, ik denk, dan ga ik er even echt voor zitten. Dat is leuk, toch? Ik heb echt heel veel. Maar wel anders voor producten dan normaal, want ik heb nog heel veel van vorig jaar. Nou, tomaten. Die hoorden niet meer in de shoplist. Oh ja, en dus dat rare fruit. Volgens mij zei papa dat het aalbessen of zo zijn. Ik wil ze op zich wel proeven. Ik moet ze denk ik even wassen, maar ik kan er wel 1 proeven. Het was echt een hele leuke dag. Ik heb dit nog nooit gezien in Nederland hoor. Ik hoop niet dat het heel zuur is. Het ziet er echt super fascinerend uit. Wel zuur. Mmm. Het krokant van een druif. Een beetje een zure druif. Ook een structuur van een druif. Een zure druif. Hmm. Op zich wel lekker. Oké. Dit heb ik als cadeautje gekocht. Want dat is een leuke prijs. Onder de 10 euro voor, denk ik, een mooie fles limoncello. Heb ik dus allemaal dingetjes gekocht voor bij Rebecca. Chocolaatjes. Oogjes. Kant-en-klare frosting. Chocoladehartjes. Pastel decoreerstiften. Vond ik vooral zelf heel leuk. Nooit gezien in Nederland. Mini marshmallows pastel heb je ook wel in Nederland. Maar ook heel leuk. Caramel chunks. Hoe lekker. Ik weet niet of ik alles misschien... Misschien wordt het te veel hoor. Maar... Blauw glazuur. Heel lekker kneedbaar marsepein. Oké, misschien is het wel te veel. Maar ik vond het leuk. Deze neem ik sowieso mee, want dit gaan ze sowieso leuk vinden. En nog witte chocolade chunks. Deze heb ik ook gekocht, maar die is eigenlijk wel voor mezelf. Want dit wil ik zelf heel graag in de kast hebben. Unicorn frosting. Ik weet niet of haar boys daarvan houden. Nee, Poesie, we gaan nu niet aan alles likken, schat. Want ik ben hier echt even content aan maken. Poesie, ik weet dat je het wil, maar ik ga je even afbakenen. Hele hoge dosering lactasepillen. Iemand commentte volgens mij wel eens bij mij van, misschien zijn die lactasepillen die jij vroeger hebt geprobeerd wel niet hoog genoeg. En werkt dit wel, dus ik ben heel nieuwsgierig. Als ik nou burrata of zo ga eten, ik neem dit. Dit werkt 6 uur lang. Ik heb de hoogste dosering genomen. Het was ook best wel duur. Heb je er ervaring mee? Laat het me weten. Babypoeder voor in een babypakketje. Ik heb toevallig net een hele voorraad matcha besteld. Maar deze zag er ook heel mooi uit. En ik vind die Duitse matcha steeds best wel goed. Dus voor 9 euro laat ik deze ook even meenemen. Om vooral even te testen.
Frangelico is een heel lekker likeurtje. Hé, nu ben ik scherp en het product. Nice. Die was 5 euro goedkoper. Ik drink eigenlijk, was ik alleen maar eigenlijk nooit alcohol. Maar ik weet in de zomer is het toch wel leuk, likeurtjes af en toe en zo. En dit is echt waanzinnig. Dat heb ik, ik weet dus niet of Rebecca alcohol drinkt. Ik denk het wel. Dit lijkt me een heel leuk cadeau, want het ziet er waanzinnig uit. Ergens heel cheap roze. Maar dit vond ik zo leuk als cadeau. Kijk. Dit is dus, oh wat top dat ik ook nu scherp ben, whipped cream liqueur. En dit smaakt dus naar slagroom waarschijnlijk. Ik had het nog nooit gezien. Doozy Power. Dit is toch heel leuk voor haar mee te nemen. Nog maar hopen dat ze dus alcohol drinkt. Ik weet het niet. En natuurlijk moest ik er daarvoor ook eentje voor mezelf kopen. Want hoe leuk. Ik heb de lekkerste mayo op de wereld. Die ook echt bizar vet is. Maar dan met vrije uitloop eieren. Ik kon de normale blauwe niet vinden. Maar het lijkt me dat dit hetzelfde is. Ik heb dus soms ook bij de Shell dat favoriete broodje zalm. Dat is dus met remoulade. Toen dacht ik, oh my god, ik wil dit kopen. Maar als je alleen woont, dan komt zoiets echt nooit op. Maar dat blijft toch wel een tijdje houdbaar. Dat leek me heel lekker. Als je er niet te veel van neemt, dan is het niet erg. Ik ben altijd bang om dat soort producten te nemen. Terwijl het mag, maar je moet gewoon niet te veel. Heerlijke, lekkere, pikante knoflookjes. Hoe lekker. Gek op ingemaakte knoflook. En dit weet ik dus heel vaak bijvoorbeeld in de actie bij de Holland & Barrett. Maar dit is Manuka honing. Ik weet niet of 100 nou hoog is. Misschien is het heel laag. Maar ik dacht voor 11 euro wil ik hem meenemen. Ik had ook gewoon niet heel veel tijd om na te denken. Zie je dat ik helemaal... Ik zie er wel een soort van, ondanks moe, wel een beetje fittig uit, toch? Misschien komt het toch door de sporten. Zou leuk zijn. Ja, ik dacht, ik neem het gewoon mee. Ik had dus niet... Het was echt tijdsdruk. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker dingen meenemen. En dit heb ik trouwens ook nog meegenomen. Maar ik weet niet of we dit nodig hebben met de jongens. Want waarschijnlijk gaan we een kant-en-klare bakmix doen. Ik heb dus geen bakmix gekocht daar. Want Rebecca zei al van ja, hou dat lekker makkelijk. Dus ik dacht, ik neem gewoon zo'n homemade bakmix mee. Dus die hebben we dan trouwens niet nodig. En zij zei, oh my god, ben je in Duitsland? Dus of ik dit wilde meenemen. Ik mocht het ook in de vlog laten zien. Hierdoor kan ze dus heel goed slapen. En hij was 3 dagen op. En daardoor sliep ze heel slecht. Dus ze was heel blij. Dus ik heb er 2 voor haar meegenomen. En ze hadden er ook maar 2. En 1 met de open verpakking, dat wil ik nooit. Ik zag heel veel Peppa Pig dingen, maar heel veel zooi. Maar ik vond dit wel heel grappig, omdat het ook gewoon gezond is. Dacht ik, leuk voor de bonusdochter. Omdat wij natuurlijk elkaar altijd Peppa Pig grapjes geven. Is dit wel een leuk cadeautje. En ze hebben heel veel proteïnerepen en dingen. En proteïne dingen in Duitsland. En ik had dus niet tijd om er heel goed naar te kijken. Het is waarschijnlijk allemaal met lactose, maar af en toe een beetje kan ik wel tegen. Ik heb er dus eentje met pistache meegenomen. En ik zie dat ik nu al meer dan 10 minuten aan het filmen ben. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Alles gaat door elkaar hoor. Deze mix heb ik ook nog voor bij de boys van Rebecca. En voor een vriendin zou ik voor haar verjaardag onder andere wat leuke dingen bij de DM halen. Ik hoop dat ze nu niet kijkt. Dat zou echt stom zijn. Als je kijkt, ga even stoppen met kijken. Ik vond het gewoon mooi, zo'n scheergel in lekkere, wat is het? Perzik citroengeur. En dat was al 1 tas. Dit vond ik er ook wel heel lekker uitzien. Maar dat is wel weer iets dat ik denk, wanneer ga ik dit gebruiken? Maar moet ik gewoon gaan gebruiken. Nou, waarschijnlijk ook wel in Nederland, maar het zag er zo lekker uit dat ik het ook heb meegenomen. Ja, het is wel jammer dat ik best wel... Meestal ga ik altijd als ik dingen pak, daarna nog heel goed nadenken, wil ik dit hebben? En daar had ik dus geen tijd voor, maar ik vind het helemaal prima. Dit vond ik bij de Aldi ook wel interessant. Dit zijn Energy Flavor Sticks. En ik heb me er nog niet helemaal in kunnen verdiepen. Dat is ook, hè. Alles is in Duits, dus ik had echt... Oké, ik heb een half uur... wat is dit? Ja, volgens mij is dit interessant. Dus, nee, klinkt goed. En deze watjes zien er toch een stukje leuker uit in je badkamer. Dus volgens mij heb ik er hier 2 van. Ook in die hartjeslijn van 100% katoen. Heel veel lekkere thee daar. Ik heb er maar eentje meegenomen. Rooibos vanille. Ik vind de laatste tijd rooibos op zich best wel lekker. En vanille vind ik wel lekker. Bio met 5% vanille. Ik mag van mezelf niet te veel thee kopen, want ik heb echt heel veel thee. Ik heb dus nog veel meer dingen voor vriendinnen. Dus kijk even niet, want... Voor die vriendin heb ik en voor de verjaardag dingen gekocht. En voor als haar babytje er is. Kraammandje. Dus kijk even niet. Maar dit spaghetti ice. Ik weet niet wat spaghetti betekent. Maar dit vind ik dus zo leuk. Kijk, dit wil ik dus proeven. Ik wil het kopen. Maar ik hou niet van chocola. Toen dacht ik, ik koop het voor mijn vriendin. En ik hoef het niet eens te proeven. Maar ik wil dit gewoon meenemen. Kijk hoe waanzinnig dit eruit ziet. Deze smaak.
En dit is natuurlijk ook een geweldige soort Pornstar Martini smaak bij de Aldi. Dus dat gaat ook in haar pakketje. Evenals deze lekkere set met truffels. Ik moet er natuurlijk niet vet mesten, maar ik denk dat ze het heel lekker vindt. En oh ja, er zit een meisje in mijn klas en die heeft dus een glutenintolerantie. En die heeft met tractaties altijd speciale snackjes voor zichzelf. Toen vond ik het toch te leuk. Ik dacht, nu aan het eind van het jaar, als we nog dingen te vieren hebben, dat ik dan voor haar even dit meeneem. Want ze hebben in Duitsland zoveel glutenvrije producten. Bijvoorbeeld dit. Ik weet niet of we het in Nederland hebben, maar als ik een glutenallergie had, zou ik heel blij zijn als ik dit kreeg. Dit vond ik nog heel erg leuk voor in het babypakketje. Net als dit super lekkere babycrempje. Te leuk toch? Even wat anders dan die Nederlandse producten. En dit lekkere sapje. En ik weet niet, ik vond dit gewoon, omdat het een soort geboorte schattig, vond ik dit heel cute om ook in die mand te doen. Dat duurt nog een paar maanden. Maar ik verzamel het vast. En uiteindelijk ga ik jullie natuurlijk weer laten zien hoe die mand eruit komt te zien. En ook deze heb ik voor in het kraammandje. En dit is nog voor mij naar school lekker glutenvrij. Dit was best wel duur. Maar ook hier had ik niet echt tijd om erin te verdiepen. Maar het leek me heel interessant. B12 ampullen. Dat is echt, ja, ampullen. Dus dat moet je echt zo liquid nemen. Heel benieuwd naar. Medicijnen en zo zijn allemaal zo goed, vind ik, in Duitsland. Ik heb niet heel veel Balea verzorgingsdingen gekocht. Maar dit was een heel leuk voetmasker en een, ja, ook een soort voetsokkenmasker dingetje. Dragonfruit zag er heel leuk uit. Ook volgens mij dubbel gekocht voor in het kraampakket. Volgens mij is dit echt een stuk goedkoper dan in Nederland. Mega dozen met super en normale tampons. Die zultjes van de Action bevielen me goed, dus ik ga deze ook proberen. Dit is echt mega bijna matrasachtig. Heel nieuwsgierig hiernaar. Bij de kassa zag ik nog voor minder dan een euro mondwater. Leek me ook wel eens een keertje lekker. En die vriendin gebruikt volgens mij altijd dit soort spuitdeo. Dus dat is ook weer zo'n leuke toevoeging. Gewoon lekker allemaal van die super cheap verzorgingsproducten. Hoe leuk, omdat zij houdt ervan. Mij moet je dat dus niet geven. Zij zei al, van ja, jou ga ik dat dus niet geven. Want je hebt alles al geklopt. Maar vriendinnen vinden het vaak wel weer leuk om dat dus van mij te krijgen. Omdat ze dat zelf dus niet zouden kopen. Ik zoek nog steeds een soort van de ideale wattenstaafjes voor je oor. En hier stond dat originele. Dus dacht ik, misschien zijn dit dus wel hele fijne. Dit is ook heel leuk. Bij de DM heb je dus vaak gewoon sterling zilver. En ik heb een zilver kettingje nodig. Hij is wel heel minimaal. Maar hij is dan 10 euro. Dan heb je gewoon een zilver kettingje. Dus die heb ik gekocht. Ik hoopte dat ze meer hadden, want ik wilde daar ook echt naar kijken. Nog een proteïnereep. Ik ga even een leuk proteïne stash bakje maken in mijn kastjes. En zo'n protein cookie. Ook volgens mij nog nooit gegeten, want ik dus niet heel veel heb met die zoete dingen. Maar het is wel een handige manier voor onderweg om toch die proteïne binnen te krijgen en wel iets lekkers. Deze shoplog is echt gestoord, ik weet het. Dit gaat nog lekker in het babypakketje. Dit, Foodspring, nooit gehad, wel eens van gehoord, is een mooie proteïne bar. Dit vond ik gewoon zelf heel grappig om te testen. Daar zit dus banaan, cacaopulver en wat is dat? Appel. In. Dat is best wel puur. Een product die ik wel graag wilde proberen. Lekker een koeling. Cafeïne, eye cream. En zo heel goedkoop van die lipstains. En dit vind ik altijd, ben ik echt al, sinds ik jong ben ik dus fan van dit soort producten. Dat zijn van die, ja, gaat u open? Dat is zo goedkoop. Ik heb ze in 3 kleuren gekocht. Dat je dus, ja, dat blijft gewoon de hele dag zitten. Dat is heel leuk voor je wangen. Of voor je lippen. Ik hou daarvan. Want dat voelt gewoon niet alsof je make-up op hebt. Dat is heel erg waar ik van hou. Heerlijk. Komt erop. Kijk, het gaat er nu al niet meer af. De comments met dat ik koopverslaafd ben of koopziek, hoef je echt, mag je echt achterwege laten. Hoor. Want het boeit me oprecht niet. Ja, ik kan dit kopen. Dus ik doe het lekker. Want ik vind het leuk om mijn geld erin uit te geven. Dit heb ik ook voor die vriendin gekocht. Dat is misschien heel random. Maar ik vond het echt zo iets voor haar om dan, kijk hoe leuk, zelf je eigen waterijsjes te maken. Dus je vult het lekker met iets gezonds of zo. En dan vries je het in en heb je van die ijslollysticks. Ik denk dat zij dat heel leuk vindt. En ik had nog 1 glutenvrij snackje voor een meisje uit mijn klas. En dit is ook iets waar ik gewoon heel benieuwd naar ben. Voor die kinderen hebben ze zoveel gezonde producten. Dat kan je ook lekker zelf gewoon opeten. Nu snap ik wel dat je kijkt en denkt, waar ga je dit allemaal leggen? Dit kost iets van 4 euro in Duitsland. En mijn droogshampoo was op, dus die heb ik gekocht. Hiervan heb ik lekker een lipmaskertje voor mezelf. En ook 1 voor die vriendin. Oh, ik heb toch iets voor Poesie. Poesie niet doen.
kon het dus niet aan om niks voor haar mee te nemen. Dus ik heb deze toch meegenomen. Maar ik ben bang dat ze het niet heel lekker vindt. Maar ik dacht, ja, ik moet voor haar ook iets meenemen. Het houdt niet op, niet vanzelf. Eén biertje voor haar, want vond ik er heel erg leuk uitzien. Protein, crispy chippies. En dit vond ik er ook leuk uitzien. Ik heb niet goed gekeken wat het was. Je hebt natuurlijk heel veel van dit soort schattige dingen. Maar ik vind het gewoon leuk dat het uit Duitsland komt. En dat dan waarschijnlijk niemand anders deze al geeft. Dit is toch cute. Deze matcha sticks had ik vorig jaar ook gekocht. Zijn echt helemaal prima en heel handig als je gewoon een nachtje ergens gaat slapen en die mee wil nemen. Deze is voor het babypakketje. Deze is voor mij, want mijn lipbalsem gaat altijd op. En ik wil natuurlijk een lippenbalsem. Maar dit is nog zo'n lipsteen in een heel heftig kleurtje. Eén flesje Clear Whey drink. Ik heb nog nooit Clear Whey op. En ik dacht in mijn gebrekkig Duits dat dit van die wachtpastilles zijn. Om rustig te worden. Die zijn altijd heel duur. Voordat Rebecca zei dat ze het nodig had, heb ik deze bij de DM gekocht. Ik weet niet of die goed is. Leek me wel interessant. Maar vaak word ik een soort gek als ik melatonine neem. Omdat ik dan ja, er niet heel goed tegen kan. Maar ik wou het toch proberen. Dit is lekker een lotion met een glansje. Dat leek me helemaal leuk voor in de zomer voor mijn benen. En een lekker voetbadtabletje. Deze heb ik ook dubbel, want ik denk als je zwanger bent dat je dat ook wel heel erg lekker vindt. En nog een lekker lippenbalmpje. Ik heb wel, moet ik zelf ook zeggen, ik vind wel dat ik te veel heb gekocht. Maar ik zeg ja, ik kan het dus prima, maar ik had nog dingen weg kunnen doen, maar ik had er gewoon geen tijd voor. En het is echt heel goedkoop, het is echt bizar. Deze heb ik ook gewoon voor mezelf meegenomen, want super lekker onderweg. En hier ben ik wel echt heel benieuwd naar deze High Shine Lip Oil van Manhattan volgens mij. Stond er nog eentje. Wow, ook al zo'n mega. Oh, dit is echt een lipoil. Heel dun. En hij ruikt heel lekker. Ziet er ook leuk uit. Lekker. Ja. Nog een proteïnereepje. Super goedkope dragertjes. Nog een lipbalsem. Twee concealers. Ik gebruik nooit concealers. Ik dacht, nou, leuk om eens een keertje weer te proberen. Dit is voor als je gebeten bent. En nog schattige hartjes, oorbelletjes. Ik dacht leuk voor mijn tweede gaatje. Hoezie, kan je hier weer stoppen? Kan je stoppen? Oh, mijn rug doet zoveel pijn, dat is niet normaal. We zijn er bijna, heerlijk. Handzoeken. En deze heb ik ook voor haar gekocht. Want zij heeft een bad en ik niet. Ik wou dat die voor mij was. Zij ruikt naar watermeloen en hij ruikt echt zo lekker. Oh, dat wordt wel een heel leuk pakketje voor haar zeg. Leuk. En dit ben ik heel benieuwd naar. Kijk nou. Ik dacht van die gel heb ik al. Van die gel in een stokje. Dit is een wakstick. Dit ga ik zeker nog proberen als mijn haar strak erachter moet en gewassen moet worden. Als dit werkt, is dit natuurlijk waanzinnig om in je tas te bewaren. En nog één in die laatste kleur. En volgens mij was dit het. Yes. Ah. Dat ik alles weer in de tas ga gooien. Het is wel veel, hè? Ik heb gewoon die hele DM gekocht. Laat de comments maar achterwege met dat het echt heel veel is. Ze vond het snackje heel lekker, hè, Poesie? Je hebt er echt van genoten. Je krijgt een halfje altijd. Je vond het heel lekker. Ja. Even een tip, want ik zoek dus echt al super lang naar gewoon chillen, strings, gewoon katoen, klein beetje stretch. Dun, alsof het, dat je het gewoon niet voelt. Maar ook niet zo mini, klein. Gewoon normaal. Dit is echt een tip. Ik heb ze dus in de winkel had ik ze even bekeken. Ze waren nu dan 2 plus 1. Waarom heb ik er dan 4? Hè? Oh, de rest wordt denk ik nog nageleverd of zo. Lijkt me. Ik vind dit wel echt een oma printje, maar boeit niet. Gewoon lekker comfortabel. Voor gewoon als je een comfortabele string aan wil. Tip? Ik heb dus echt denk ik... Nou ja... Ik weet hoeveel jaar? 10 jaar gezocht naar chillen strings. En I found them. En ik ben even aan het opruimen. Ik ga zo sporten. Heerlijk was het. Kracht gedaan. Half uur gelopen. Mijn rug gerold. Ondertussen hoor ik geus en gorgels in mijn oren. Dus het is heel raar. Trilplaat. Helemaal gezweet weer. Zo lekker. Ik voel me wel echt 10 keer lekkerder als ik ook nog cardio doe hoor. Dus die hou ik er ook echt in. Ook al vind ik 30 minuten heel irritant. En ik doe die helling gewoon steeds wat hoger. Ik had hem nu op 7,5. Ja, ik ben trots op mezelf. Dit moet uiteindelijk resultaat geven. Anders ben ik geen mens of zo.
En H is nu in mijn huis. Jeetje, ik hoor echt alleen maar heel hard geuzengorgels. Ik kom even de sleutel halen. We zien elkaar zo ontzettend weinig. Maar we gaan even lekker... Ik ga me opfrissen en dan gaan we lekker in een kroegje het EK kijken waarschijnlijk. Dat is heel leuk. Sport op mijn 9 maag vind ik heel chill. Nu heb ik dus heel veel honger, maar echt heel veel behoefte aan gezond. Ik ga die heerlijke gerookte zalm, zoals jullie eten, echt een beetje luxe. Dit is zo lekker. Die ik ook met Lot had. Heerlijk. Het waait wel nog steeds heel hard. Even snel opgefreshed. Mijn look is echt hilarisch. Ik ga wel even met de lift zodat ik het kan laten zien. Eigenlijk ben ik mezelf te opgemaakt. Maar we moeten opschieten, want de tijd is al bijna om. Kijk. Oh, dat ziet er echt niet uit. Maar ik wil zeggen, vet cool. Mijn oude schoenen. Van echt 100 jaar geleden die ik nooit draag. Maar ik ben een beetje te opgemaakt. Hé, daar is H. Kijk nou hoe leuk we hier zitten. Ik kan me zo niet concentreren op voetbal, want het interesseert me gewoon. Maar het is wel gezellig. Even een onverwachts bezoekje langs mijn ouders. En Chico heeft gedoucht. Dus daarom ziet Chico er zo raar uit. Ja. Lekker in de tuin zitten, Chico. Je bent zo mooi. Nu ben je niet fluffy. Je bent zo mooi. Zo'n liefje ben jij. Ja, je bent echt zo'n liefje. Doet het stoeltje er anders bij? Gaat hij al? Dan nog niet eens uitgezet. Dus... Kijk hoe mooi. Je hebt wel weer de mooiste glazen uitgekozen die net nieuw zijn, hè? Heb je wel oog voor? Kijk hoe mooi. Koud. Zo, dat was een lekker gezellig spontaan bezoekje bij mijn ouders. En ik ga dus vandaag voor het eerst 2 shotjes nemen appelsieder. Ik ben benieuwd wat het doet. En we gaan nog even lekker in de zon zitten. Want de zon staat hoger, dus er is lekker zon op mijn balkon. Dus, sladressing, let's go. En ik ga zo even makkelijke stellen pasta maken of zo. Gaan we. Wel heftig hoor. Oh. De komende 5 minuten ben ik misselijk. Ik geloof dus echt dat dit goed is. Kan niet anders. Oké, jongens. H gaat even voor mijn lamp ophangen. Dat zien jullie trouwens volgende week vlog. Ik heb echt 2 superleuke nieuwe lampen. En ik ben ondertussen aan het beginnen met koken. Ik doe lekker veel knoflook. Een shallotje, een rode ui, dat had ik nog liggen. En dan ga ik een pasta maken. Van pasta die ik had gekregen uit Italië van mijn ouders. Met 2 courgettes. Dat zijn best wel kleintjes. Want die wil ik ook opmaken. En... dan doe ik daar gerookte zalm bij. En dan heb ik nog zo'n bakje van die naturel roomkaas. Die ook allemaal in mijn koelkast liggen. En ik dacht, ja, daar ga ik eens even wat lekkers van maken. Dus volgens mij is het altijd wel lekker als ik dat maak. Ik vind altijd pasta met zalm en courgette heel lekker. Dus zo simpel is het. Verder gaat er denk ik niks bij. Slijden. Auw. Ik snij echt een heel stuk van mijn vel eraf. Auw. Ik snij wel vaker in mijn vinger, moet ik zeggen. Maar dit is heftig. Ik gebruik voor het eerst dat ik dit mes gebruik. Echt helemaal erin gesneden. Het ging echt maar net goed. Even kijken, joh. Het blijft echt... Volgens mij nog nooit zoveel bloed verloren uit mijn vinger. Ah. Als ik nu een pleister op doe, dan... Het blijft er helemaal volstromen. Maar ik wil verder koken. Zo koken dan maar. En hopen dat er geen... Oh ja, de Albert Heijn ook nog. Ik had de courgette al gesneden, maar toen dacht ik wel, ga ik niet lekker van die... een beetje geraspt doen in plaats van blokjes. Dat is ook wel lekker. Zo, en de rest doe ik gewoon even in blokjes. Nou, het ziet er al lekker uit. Knoflook gaat erbij, ik heb dit nog, gaat er lekker bij. Zalm, dit moet ook op. En dit niet. En dat is het. Dus er zijn er wel boodschappen verzorgd. Dit nog lekker, dit is in de aanbieding. En er is nog meer. De saus is echt heel lekker. Ik heb er nog een beetje gedroogde dillen door. En dan van mijn balkon nog wat peterselie en een klein beetje bosui. En dan zout en peper, niet veel zout door de zalm. En het is echt onwijs lekker. Dus hier ga ik gewoon lekker... De pasta ga ik afgieten. Ik heb nog wat kookvocht natuurlijk erbij gedaan. En dat bindt. En dan
Dat is echt een super mooie consistente saus. Ga ik de pasta lekker hier doorheen doen. Tadaa, kijk hoe lekker het eruit ziet. En dan lekker met als garnering mooie caviar met nog een beetje peterselie. Heerlijk. Ja, voor mezelf kook ik nooit, dus geniet maar eventjes van deze kookcontent in mijn vlog. Lekker zeg. Kijk nou hoe chill, jongens. We hebben dus allebei een hele bak over. Het was maar 250 gram pasta. Daar hebben we dus 4 porties van kunnen maken. Dat kunnen we dus allebei hier morgenavond nog gaan eten. Vet relaxed. Ik probeer dus een beetje te letten op de portiegrootte, maar het is wel heel chill zo. Het was echt heel lekker. Perfect. Jongens, weten jullie nog deze? Waar ik met die chia pudding maak, even kijken hoe klein het is geworden. Bizar. Dit is trouwens met soja. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Ik dacht, ik ga weer even een keertje chia pudding preppen. Waar ik toen ook een TikTok over had gemaakt. Ik weet alleen de verhouding niet precies meer, dus ik doe maar even wat. Ik ga even zo'n 3-daagse voorraad maken. Hoppa. Nou, lieve mensen, dit was de vlog weer voor deze week. Ik hoop dat je hem heel erg leuk vond. En dat je natuurlijk ook reageert en liked en abonneert. En me volgt op Instagram. Volgende week weer kijkt. En dat was het wel. Wij gaan lekker slapen. Doei.